Hoi allen, ik ben Tim en in deze De Mol video bespreek ik aflevering 6. We bespreken onder andere de mol die gebaren maakt, de mol die lesgeeft op een vrij bijzondere manier en verklappen films de mol. Om deze video te beginnen was ik een weekje in Praag, Tsjechië. Ik heb er heel erg naar mijn zin gehad en daarom is er pas nu weer een video online. Daarnaast zal er volgende week een tweede podcastaflevering komen die ik vanavond ga opnemen over aflevering 6. Dus volgende week 2 procasten en gewoon weer 1 video. Verder hebben we bijna de 1600 abonnees en zou ik het heel erg waarderen als jullie zouden willen abonneren op mijn kanaal hier beneden. Helemaal gratis en je blijft altijd op de hoogte van de nieuwste video's. Nou, dan gaan we snel beginnen met de video. En opdracht 1 begon met Lancelot, de docent, die geen idee heeft waarover hij les gaat geven. Het eerste wat mij opvalt is dat hij niet de PowerPoint al snel aanzet. En hij leert een switch side trucje. Dat de leerlingen dus moeten switchen van stoel als hij zou klappen. Aan de ene kant is dat switchen wel een slim trucje. Maar aan de andere kant kost dit ook wel kostbare tijd. Die aan het eind van de opdracht best nog wel nodig was. Verder kan ook het steeds switchen van jaartallen en namen ook averechts werken. Dus de studenten kunnen het nog verkeerd gaan opschuiven uiteindelijk. Want hij zei van, goh, het kan nog veranderen. Bijvoorbeeld de Charles of zo, King Charles, was de 9th King of England. Maar dat was niet de 9e, maar dat was dan uiteindelijk weer de 6e of zo, weet ik veel. Dat een beetje. En als ik daar had gezeten, dacht ik, ja, wat is het nou? Is het nou die of die? Kan een molactie zijn. Ik vind hier Comfort, Thomas en Toos niet verdacht. Thomas is natuurlijk afgevallen, dus dat is logisch. Ze doen goed hun best. Wel valt Ruben nog op die een verkeerde niet-minister omschoot met zijn elastiekje. Maar uiteindelijk vangt hij nog wel de appel om het schilderij compleet te maken. Wat ook weer geld oplevert natuurlijk. Opdracht 2, een erg verdachte molopdracht. Letten op gebaren. Als we kijken naar dit shot, valt het op dat Lancelot iets met zijn handen doet. Een soort beweging. Kan een beweging zijn richting de handpop om hem te sturen van, goh, ga geen kaart pakken of wel een kaart pakken. Verder viel het Comfort op dat Lancelot veel met zijn bril aan het spelen was. Kan ook wel iets zijn, want hij deed wel echt extreem veel. En ook valt het nog op dat Ruben erg Toos in de gaten houdt. Ruben valt namelijk op dat er veel dank u wordt gezegd. Zodra er de barvrouw koffie kwam neerzetten of thee of koek. Wat was het nou? Cheesecake of zoiets. En dan is Toos hier degene die heel veel dank u zegt. Dit kan dus ook wel weer een beetje een verwijzing zijn dat Ruben dus de test ook wel weer deels op Toos zou invullen. Kan ook alleen maar zo lijken natuurlijk. Opdracht 3, een sequel op de film Speed. Een bus die niet zachter mag rijden dan 20 mijl per uur. Ik denk dat de mol hier het liefst in de bus zit. Hier kan je de bom mollen, zodat die afgaat. Als mol zou je kunnen rijden en dan expres heel slecht rijden. Maar aangezien Toos de bus reed, lijkt het mij dat de mol Lancelot probeert de bom te ontmantelen. Of nou ja, juist verkeerd te ontmantelen. Als mol wil je niet bij de FBI zitten, denk ik. Omdat je niet de controle hebt over de bom waar het geld mee te verdienen is. Alhoewel je door de kleur onder de bus natuurlijk makkelijk kan mollen door geel te zeggen in plaats van groen. De verkeerde kleur. Toch, Ruben? Uiteindelijk probeert Thomas de bom te ontmantelen. En het gaat fout door de kleurenblinde Ruben. Daarnaast heeft Ruben ook waarschijnlijk het afstandsbestuurbare autootje onder de bus gereden. Dus Ruben is in deze opdracht best wel verdacht. Dan even de test en eliminatie. De resultaten zijn als volgt. Thomas denkt absoluut niet Ruben, zegt hij in zijn biecht. Ruben zit op Toos, maar dat hadden we natuurlijk ook alweer deels kunnen zien. Doordat Ruben in de biecht in de tweede opdracht zegt dat er veel dank u wordt gezegd. Wat Toos dus deed. Lancelot zit op Ruben, Comfort zit op Ruben en Toos zit op Ruben. Maar is het dan Ruben? Dat is dan de vraag. Kunnen we door de testresultaten dus misschien achterhalen dat Ruben de mol is? Of wordt de mol door niemand genoemd? Zelf twijfel ik tussen Ruben en Lancelot als mol. Vind het heel erg lastig. Maar ik zou zelf toch echt wel Lancelot op nummer 1 zetten.
Dan tot slot om deze korte en snelle video af te sluiten. Aankomende zondag om 8 uur precies is de 7e aflevering van De Mol te zien op GoPlay en Play 4. En daarnaast heb ik met Dinant, Kim en Arjan de podcast Procast. En hierin bespreken wij de afleveringen van De Mol samen. En komen we tot de goede conclusies. En deze zal er elke woensdagochtend te luisteren zijn op Spotify en YouTube. Maar volgende week, dinsdagochtend, zal de eerste Procast online komen. En die zal dan zijn over aflevering 6. En dan hebben we op woensdagochtend Procast aflevering 7. Ik wilde ze toch niet samenvoegen, omdat deze aflevering toch wel heel veel in zich had. En dat ik iets meer kan praten in de podcast dan in deze video. Verder, voor nu bedankt voor het kijken natuurlijk. Abonneer zeker voor meer, zodat we die 1600 abonnees halen dit seizoen. Dus als jij zit te kijken hier achter dat scherm, jij daar, jij. Als je nog niet geabonneerd bent, alsjeblieft, abonneer. Het helpt mij intens veel. En dan zie ik jullie natuurlijk de volgende keer weer. Laters.